mensen, welkom bij een nieuwe video. Ja jongens, ik ga even lekker over de wereld met China praten. Ik zie hier twee goede allianties die al meer dan, ja, bijna richting de 750.000 aan punten hebben. Met een spelergroepje. Het is gewoon een, ja, elite groepje. Zou ik zo kunnen zeggen, Hagelslag en Blackpink, ja, staan er allebei heel goed voor. Als ik zo kijk, denk ik toch dat Blackpink, zeg maar, de nieuwe GP-machine is. En dat zij waarschijnlijk de wereld gaan winnen. Want ja, Blackpink is natuurlijk een, ja, hele goede alliantie met Bauhafila en lalalala. En ja, en nog Pinda Hero. En je hebt ook nog Plato 3. En ook nog Aknika. Ja, en er zijn nog heel veel andere spelers. Maar ja, ik kan ze allemaal gaan opnoemen. Dan heb ik er nog 20, nog een stuk of 20 namen te gaan. Dus dat zou ik maar niet doen. En ja, je hebt ook nog andere allianties. Maar ik denk dat het vooral een hele grote rol is weggelegd voor Hagelslag en Blackpink. En dan gaat mijn voorkeur terug uit voor Blackpink in dit geval. Het is nou, ja, bijna een dag. Zo'n beetje een dag al dat de bescherming al weg is gegaan. En ja, dan gaat het toch nog, ja, voorlopig is de voorkeur dat, denk ik toch, dat Blackpink die met een volle winst naar huis gaat. Ja, ze misschien niet alle zeven wereldronden kunnen pakken. Misschien met de tijd wel dat iedereen een beetje ligt te slapen, denk ik. Want ja, ze hebben natuurlijk, dus ik kan iedereen gewoon in slaap aanvallen. En ook, ja, misschien ook in slaap zingen. Want ik heb gehoord dat Bauhafila ook heel mooi kan zingen, denk ik. Zingen als een soort artiest die de vijanden helemaal down zingt. Maar ja, dat weet nog niemand, want dat doet Bauhafila altijd in de eigen kamer van Bauhafila, dus dat weet nog niemand, denk ik. En ja, de Hagelslag, die gaat ook gewoon heel, die gaat ook gewoon echt soepel. En ja, die maken ook gewoon een hele grote kans om zeven wereld, ja, gewoon een wereldwonder heel goed te spelen. Dus ja, ik denk dat het 50-50 wordt tussen twee, wie de meeste wereldwonder gaat pakken. En dan heb je nog, ja, de andere allianties, ja, daar kom ik later nog wel een keer op terug. En ja, als je zo kijkt, dan gaat het nog, ik denk dat Bauhafila binnenkort 10 stad binnenkrijgt. Plato krijgt nog wel een paar steden bij. En die andere krijgt ook nog een paar steden bij, maar bij die hogere naam die bovenaan staat, fractie net iets meer, weet je wel, dan. Want het zijn echt maar de sterspelers van de alliantie. Het zijn met de sterspelers van Bauhafila, Pinkblue, dan Pinda Hero, Bauhafila en Plato 3 en Lololo. Ja, het zijn echt vier grote sterspelers in mijn Hagelslag. Dan moet je denken aan True Darkness en daarna, ja, daar houdt het voor mij een beetje op wie er nou weer sterspeler is. Want ik zou niet zo gauw een andere naam kunnen opnoemen bij Hagelslag. En ja, dat zijn gewoon twee hele grote sterke allianties, Blackpink en Hagelslag. En Blackpink is gewoon de nieuwe GP-machine op de wereldmachine. Dan zie ik later en tot de volgende video.